Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Hi, ik ben Francis van der Wiel, ademcoach. Fijn dat je naar deze podcast luistert. Normaal neem ik je heel graag mee op ademreis. En vandaag wil ik je graag meenemen op een visualisatie. Ik kom net terug van Eigentijdsfestival. Daar heb ik met vier prachtige vrouwencoaches de typie van tovervloed bevrouwd. En daarin hebben we waanzinnig mooie sessies gegeven. Iedereen in haar eigen specialisme. En daar is heel organisch de activatie van Hawaii ontstaan. De Aloha-activatie. En die heeft me zo geïnspireerd dat ik je graag mee wil nemen op een visualisatie die je meeneemt naar Hawaii. Dus ga lekker liggen. Maak het jezelf gemakkelijk. Misschien een schapenvacht onder je, een yogamatje, een zacht kussentje. Vlij je neer op de aarde. En maak even een bodyscan van boven naar beneden, hoe je er nu bij ligt. Kijk hoe het is met je hoofd, je schouders, je rug, je bekken, bovenbenen, knieën en onderbenen en je voeten. En kijk of je de aandacht die doorgaans aan de voorkant van het lichaam is, of je die naar de achterkant kunt brengen. Naar die plekken waar je lichaam de aarde raakt. En die plekken kun je gebruiken als afvoerputjes voor zware energie. Energie die je niet meer nodig hebt, die niet van jou is, die je opgepikt hebt gedurende de dag. Dus de achterkant van je hoofd. Schouders, je bekken, achterkant van je benen en je hielen. En je kijkt of je je ruggengraat als middellijn kunt zien. En dan de linkerkant van je lichaam en de rechterkant van je lichaam verbreden. Alsof ze zo vanaf die middellijn kunnen verzachten en nog meer naar de aarde kunnen smelten. Dan kijk je of je onder je oksels wat ruimte kunt maken. Je handen op de aarde leggen met de handpalm naar boven. Zodat je oksels ruimte krijgen. Zodat je borstgebied ruimte krijgt. Zodat je hele lymfesysteem, je afvoersysteem van afvalstoffen, alle ruimte krijgt om optimaal te functioneren. En dan stel je jezelf voor dat je een eiland bent. Zoals bijvoorbeeld Hawaii. En je voelt de aarde waaruit je bestaat. En je weet ook dat je ontstaan bent uit het vuur van de passie. Het vulkanische passie.
Jij bent daar het product van. Jij bent daar de aarde van. De vruchtbare aarde. Het vruchtbare eiland. En je kijkt hoe ver je kunt zakken. In het eiland. Steeds dieper en dieper. En je geniet van de standvastigheid. Het rotsvaste vertrouwen van de aardheid. En je hebt contact met het middelpunt van de aarde. Waar alles nog vloeibaar is. Rood, vloeiend, warm. Passievol. En tegelijkertijd voel je dat je omringd bent door de Pacific. Door die oceaan, zo warm als een bad. En je voelt hoe heerlijk dat is. Om omringd te zijn door zoveel warmte, zoveel zachtheid, zoveel vocht. Alsof je in de baarmoeder ligt. En je geniet van de beweging van het water om je heen. Wat speels tegen jouw kustlijn aankabbelt. Jij bent het eiland. En om je heen. Niets dan water. Neem je een keer diep adem. Je ademt in. En je ademt uit en je brengt die zuurstof. Al die kleine belletjes. Breng je in het water. Om je heen. En je beseft dat dat nieuw leven veroorzaakt. Zuurstof en water. Heerlijk. En je ademt nog een keer diep in en uit. En je beseft dat elke cel van jouw lichaam bestaat uit 70% van dit oerwater. Deze zee die alles met elkaar verbindt. En je beseft dat je boven de oppervlakte van de zee uitgezien een eiland bent. Maar onder water zijn alle eilanden met elkaar verbonden. Diep op de oceaanbodem. En dan voel je de aanwezigheid van de dolfijnen van Hawaï. En je voelt de speelsheid en de intelligentie van deze prachtige dieren. Je voelt die energie rond je navel. Plek van het spelen. De plek die zo vaak gespannen is. Omdat we die kwaliteit van die kindse speelsheid zijn verloren.
naarmate we meer verantwoordelijkheid hebben gekregen of genomen. Die speelsheid van jezelf laten leiden waar de zin naartoe gaat. En dan gewoon doen. Spelend ontdekken, zonder oordeel. En dan voelen of je het leuk vindt of niet, of het bij je past of niet. Of je dit wilt verdiepen of niet. Maar alleen maar doen door. Voor de ervaring. Dus je brengt die speelsheid, dat levensgenietende van die dolfijnen, breng je rond je navel. En je laat ze daar de boel ontspannen. En tegelijkertijd voel je de aanwezigheid van de walvissen. De walvissen van Hawaï. Die reusachtige zeedieren. Met hun oeroude wijsheid. Hun grote hart. En je voelt die walvissen rond jouw eiland samenkomen. En je voelt verbondenheid met deze prachtige dieren. En dan adem je nog een keer in en uit. Elke inademing is ontvangen. Elke uitademing is meegeven. En je geniet van alle elementen van Hawaï. Het vuur van de vulkaan Pele. Het vuur wat creatiekracht in zich heeft. Vernietigingskracht. En daarna een vruchtbare aarde achterlaat. Het water, de zachtheid, de vrouwelijkheid, het ontspannen en genieten. Verkoelen als het vuur te hoog wordt. De lucht die alles in beweging zet, de lucht die zuurstof geeft. De lucht die het vuur aanwakkert, die het water in beweging zet. En de aarde. De verticale lijn van jouw eiland. De kracht en de standvastigheid. De vastigheid. Je voelt al deze elementen in jezelf. En je weet dat je elk element kunt gebruiken op dat tijdstip waarop je het nodig hebt. Beetje water als je vuur te hoog is. Beetje lucht als je te veel stil bent gevallen. Vuur als dingen mogen transformeren. En aarde als je standvastigheid nodig hebt. En dan neem je nog een diepe ademteug. Je blaast alles uit wat jou niet meer dient. Wat je niet meer nodig hebt. Om ruimte te maken
voor balans tussen deze vier elementen. Adem in. En adem uit. En dan wieg je nog even in die heerlijke warmte van de Pacific. En dan kom je langzaam weer tot jezelf in het hier en nu. Maar je weet dat je altijd kunt terugkeren naar jouw eigen eilandje. Om op te laden en om de elementen te balanceren. Ik wens je een hele mooie uitgebalanceerde maand. En tot ziens.